welkom bij deze nieuwe video. Ik zit helemaal in een schoonmaakfrenzy. Ik wil dingen opruimen. Ik wil orde in mijn leven. Ik wil dingen opruimen. Dus vandaag ga ik mijn beauty room opruimen. Ik ga al mijn make-up uit mijn laars halen die ik niet meer gebruik. Ik ga alles ordenen. Dat gewoon alleen nog maar de producten die ik echt gebruik in mijn laden zitten. Ik heb afgelopen weekend ook mijn hele kledingkast uitgeruimd. Achteraf had ik iets van oké, ik had het misschien ook gewoon kunnen filmen. Was ook wel leuk geweest voor een video. Maar ja, dat was dus achteraf. Ik heb al wel één keer een video gemaakt waarin ik mijn kledingkast opruimde. Maar dat doe ik ongeveer 4 keer per jaar. Dan pleur ik gewoon alles eruit wat ik niet gebruik. Ik ben ook maar afgevallen. Dus er was ook weer heel veel wat ik gewoon niet meer paste. Etcetera, etcetera. Maar vandaag gaat het dus over mijn make-up. Ik zit altijd achter mijn bureau. En dan heb ik 2 ladekasten naast mij staan. En daarin zit alle make-up die ik dus altijd gebruik. En die ga ik dus opruimen. Ook heb ik een aparte kast waar al mijn oogschaduwpaletten in zitten. En die ga ik ook opruimen. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Ook even snel voordat ik ga beginnen met de video. Even een handupdate. Voor de mensen die het niet weten, mijn hand is 2 weken of 3 weken geleden verbrand. Echt heel heftig. Er waren echt blaren en alles. Zoals je kunt zien zijn de blaren nou soort van ontploft. En nou heb ik gewoon van die plekken huid. Dus straks met make-up opruimen ga je vooral mijn handen zien. Dus ja, dan ga je de verbrande hand ook zien. Dus ja, dit is nou de actuele status. Dus het ziet er allemaal al een stukje beter uit. Maar het moet nog gewoon genezen. En dat duurt gewoon een aantal weken. Dus als je ziet dat er iets aan de hand is met mijn hand, die was dus verbrand. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Pak er ook iets te eten bij, iets te drinken. Want dit soort video's duren altijd wel een poosje. Oké, dit is de grote kast waar al mijn oogschaduwpaletten in zitten. In deze 2 lades zitten die. Die ga ik op het einde van de video opruimen. En dan is hier mijn troepbureau. Ik heb ook hier net een video gemaakt. Dus het is een beetje een bende soort van. Ik heb het al wel een beetje opgeruimd. En dit zijn dus de 2 kasten waar al mijn make-up in zit. Die ik altijd gebruik. Die ga ik opruimen. En daarachter heb ik ook allemaal make-up staan waar denk ik ook wel iets van kan worden opgeruimd. Dus hiermee gaan we aan de slag. Hierachter staat ook nog de kast en hierin zit alle make-up die ik niet meer gebruik. Dus alles wat ik gewoon slecht vind of gewoon om een andere reden niet meer gebruik, dat gaat allemaal daarin. Dus alles wat ik vandaag ook ga opruimen, ga ik allemaal in deze kast hier doen. Maar goed, we gaan dus hier beginnen. Ik ga beginnen met deze lade. Oké, dit is dus lade nummer 1. Hier hebben we concealers, hier hebben we primers en hier foundations. Mijn primers passen gewoon hier niet meer in. Ze gaan helemaal into de foundations. Oh my god. Dus ik moet hier even plek voor gaan maken. Ik denk dat ik de concealers en de primers ga omdraaien. Want hier is best wel veel plek voor concealers hierachter helemaal. Dus misschien ga ik ze eventjes omdraaien. Maar goed, ik ga even beginnen met alle foundations. Wat kan allemaal weg? In ieder geval de kleuren die ik niet kan gebruiken. Zoals deze van Messaura is een te lichte kleur. Dit is ook een te lichte kleur. Dat zijn allemaal kleuren die ik kan gebruiken wanneer ik niet bruin. Maar ik bruin echt altijd. Dus ik kan ze gewoon net zo goed weghalen. De 2 Clarins foundations zijn ook helaas absoluut niet mijn kleur. Een hele verkeerde ondertoon. Kijken, de rest kan gewoon blijven. Oh, ik heb hier 2 kleuren van de Born to Glow van NYX. En de lichte ga ik dus wegdoen. En deze Superstay is ook in een te lichte kleur. Dus die doe ik ook gewoon weg. Oh my god. Oh, hier. Deze doe ik ook weg van Dermacol. En dat is ook weer echt alleen maar om de kleur. Dus alles wat ik nou heb weggedaan, haal ik echt alleen maar weg. Omdat ze gewoon niet matchen met mij. Voor de rest hou ik gewoon alles erin. Zelfs de Becca foundation zonder pigment hou ik gewoon hier. Want deze gebruik ik heel af en toe als ik geen make-up op heb. Nou, in principe kan dit dan gewoon allemaal in 1 vakje, of niet? Ja, volgens mij wel hoor. Ik hou echt hier bijna niks over. Dus dan kan ik meer plek maken voor de primers. Even kijken, ik heb hier heb ik alle pore filling primers. Even kijken. Ik denk dat ik die van Benefit hou, want die gebruik ik echt. En die van Elf gebruik ik ook echt. Deze van Smashbox. Ik ga die vanaf nu gebruiken. Dat heb ik nu net besloten. En deze van Revolution doe ik weg. Oké, dan ga ik denk ik even kijken. Mijn concealers. Welke gebruik ik, welke niet? Deze van Be Creative Makeup zijn echt amazing. Deze gebruik ik. Morphe gebruik ik ook. Catrice gebruik ik. Zoeva gebruik ik. Deze gebruik ik altijd voor mijn wenkbrauwen. Dit is zo'n cream concealer van Revolution. Die gebruik ik altijd om mijn wenkbrauwen strak te maken. Deze van Lottie Londen gebruik ik niet echt meer. Dus
Dus die ga ik weghalen. Deze van Catrice gebruik ik nog wel. Kijk, deze van Chic Glam gebruik ik ook niet echt. Dus die doe ik ook gewoon weg. Dit is die van Be Creative Makeup, maar dan in een andere kleur. Deze twee mix ik altijd. Dan heb ik hier de Huda Beauty Concealer. Die gebruik ik. Tarte gebruik ik sowieso. Deze Catrice Concealer is in een lichtere kleur. En deze Milani gebruik ik ook. En dan heb ik hier nog een Catrice Concealer. Ik weet niet hoeveel ik van deze Catrice Concealers heb. Jongens, kijk even dit. Even kijken. Twee zijn in de kleur 020 Light Beige. En één is in de kleur 015 Honey. Ik gebruik in principe altijd gewoon de kleur Honey. Dus ik ga gewoon deze twee lichtere kleuren wegdoen. Even kijken. Dan heb ik hier de Colourpop Concealer. Die gebruik ik gewoon. Fenty Beauty is bijna op. Dus die ga ik even opmaken. Clarins gebruik ik ook. Elf en NYX gebruik ik allebei ook. Deze Benefit Concealer gebruik ik niet echt meer. En de Cream Concealer van Catrice ook niet. Want ik gebruik gewoon altijd die van Revolution. Dus deze kunnen weg. Dan zijn dit de concealers die ik wegdoe. Dan mijn primer. Ik heb hier echt veel te veel primers die ik gewoon echt niet allemaal gebruik. Dus ik ga een aantal wegdoen. Ik heb deze twee Clarins primers. Zoals veel van jullie weten vind ik die echt geweldig. Maar om ze hier allebei te houden in twee kleuren is een beetje nutteloos. Dus ik hou de witte hier en de roze gaat in de kast erachter voor als de witte op is. Dan heb ik hier deze Catrice Freshed Up primer. Deze is bijna op, dus die ga ik even snel opmaken. En dan kan ik die straks weggooien. Deze Too Faced Hangover primer is echt geweldig. Deze van Urban Decay Idem Dito. Kelsha Gold Elixir gaat ook absoluut niet weg. Deze van Essence is ook echt geweldig voor de droge huid. Deze van W7 Glow Primer hou ik er ook gewoon in. Ik ga denk ik de twee minis van Maybelline weghalen omdat ik die niet echt gebruik. Deze van Peter Thomas Roth is fijn, maar ik denk iets te mat voor mijn droge huid. Dus die doe ik weg. Deze van LOV doe ik ook weg. Olie hou ik erin. Deze van Milani hou ik er ook in. Is ook bijna op. Ga ik ook eventjes snel opmaken. Dan heb ik hier een mini MAC strobe cream. Hou ik ook nog even. En de twee primers als laatste van Milk en NYX zijn allebei amazing. Dus deze twee hou ik ook. Ik ga toch even zien of ik even kan veranderen van concealers. Ik ga even zien of alle concealers gewoon hierin passen. Ja, oh mijn god, dit past hier echt makkelijk in. Ik snap niet waarom ik altijd zo aan het struggelen ben. En dan ga ik al mijn primers hierachter doen. Nou, dit ziet er een stuk beter uit. En dit zijn dan de primers die ik wegdoe. We gaan verder met lade 2. Oké, dit is dan lade 2. Dit is ook echt het bende. Het loopt hier ook helemaal vol. Ik heb hier blushes. Ik heb hier losse poeders. Hier heb ik wat blush paletjes. En hier heb ik wat pressed poeders. Even zien wat ik hier kan wegdoen. Want hier kan er ook wel veel weg. Deze Nabla poeder gebruik ik echt bijna nooit. Maar hij is wel bijna op. Dus ik moet gewoon heel veel op gaan maken. Want heel veel is gewoon bijna op en zo. Dus deze hou ik nog even om hem op te maken. Deze LOV is ook gewoon fijn. Deze van Lottie en Technique gebruik ik allebei niet. Dus die ga ik wegdoen. En de rest kan gewoon blijven. Elf poeders, weet even. Deze heb ik vandaag gebruikt. Echt amazing. En die van Sleek is ook wel fijn. Dus die hou ik hier ook nog even erin. Dan de blushes. Hier kan ook wel echt een hoop weg. Van MAC hou ik. Deze hou ik allemaal. Deze van Colourpop ga ik wegdoen. Want die gebruik ik echt nooit. Van Catrice gebruik ik ook niet echt. Deze van Wet n Wild is echt heel mooi. Deze hou ik. Deze twee cream en blushes hou ik ook allebei. Dan heb ik hier deze blushes. Deze URG Baked Blushes zijn echt amazing. Die hou ik. Dit hou ik allemaal. Van Milani hou ik ook. Chic Glam is ook echt een prachtige matte blush. Oh my god. Kijk even dit. Die hou ik ook. Deze van Kruidvat ga ik denk ik wegdoen. Gebruik ik niet echt meer. En deze van MAC. Dit is Limited Edition. Is echt al lang niet meer te koop. Dus deze ga ik denk ik ook wegdoen. Dan hier nog meer blushes. URG blushes zijn echt amazing. Zoals ik net zei. Deze losse blush van Bella Pierre Cosmetics gebruik ik niet echt. Omdat ik het gewoon een beetje een gedoe vind om dit te gebruiken. Want het is dus zo'n losse poeder blush. Dus die doe ik gewoon weg. Dus hou ik deze blush van Olay. Is ook echt super fijn. Gebruik ik echt best wel vaak. Laatst nog gebruikt. Deze cream blush van Only You gebruik ik nooit. Want hij is te klein voor mijn blushkwast. Dus die doe ik weg. Deze grote Heartbreakers blush ga ik ook gewoon wegdoen. Want hij is groot en houdt heel veel plek in beslag. En ik gebruik hem bijna nooit. Deze Essence blush gebruik ik ook nooit. Want die vervaagt heel snel. Deze blush hou ik. Deze blush hou ik. En deze van BH Cosmetics. Ik weet niet eens of dat nog te koop is. Dus ik doe hem gewoon weg. Dit is dan wat ik hou. Even zien of dit misschien ook gewoon past in één dingetje. Ja, best wel. En dan kan ik hier losse poeders doen. Kijk.
Nou heb ik meer plek voor de losse poeder. Blush gaat hier. Dan heb ik hier blush paletjes. Ik gebruik blush paletjes echt nooit. Ondanks dat ze echt prachtig zijn. Ik gebruik ze echt letterlijk nooit. Dus ik weet niet waarom ik ze hier nog allemaal heb. Deze is echt prachtig met mijn naam erop. Elke keer weer zeg ik dat ik hem hou omdat mijn naam erop staat. Maar ik gebruik hem letterlijk nooit. Ik ga gewoon dit allemaal wegdoen. Ook hier eentje van Revolution. Dit was volgens mij een samenwerking met Patricia Bright. En hier heb ik er eentje van Makeup Studio. Oh, die vind ik wel echt heel goed. Ik denk dat ik die gewoon hou. Ja, deze ga ik wel houden. Maar het komt misschien omdat ik ze ook gewoon niet zie hierachter en zo. Maar goed, deze ga ik wel houden. Allemaal met pijn in mijn hart weg. Hier zijn mijn pressed poeders. Maar ik heb er nou maar eentje. Deze Essence Banana Poeder. Die is heel fijn. Dus deze hou ik. En that's it. Dit is het gewoon voor nu. Next up zijn bronzes. Dit zijn letterlijk allemaal bronzes. Hier heb ik contourpaletjes. En hier heb ik cream contour sticks. Dus even kijken wat ik hier ga weghalen. Deze Milani Baked Blush gebruik ik niet heel vaak. Maar dit is mijn enige glanzende blush. Dus mocht ik ooit een glanzende blush hebben, dan heb ik hem. Dus deze ga ik daarom niet wegdoen. Mijn MAC bronzer is zo vaak gebruikt. Deze hou ik zeker nog. Deze bronzer van New Standard is echt heel mooi. Alleen op de een of andere manier matcht de kleur niet meer zo goed met mijn huidskleur. Dus deze doe ik gewoon weg. Deze Benecos bronzer hou ik ook. Deze Hoola Caramel is echt amazing, hou ik. Deze City bronzer hou ik ook. Deze twee bronzers hou ik ook. Ja, of ja, trouwens, deze van NYX gebruik ik ook niet echt. En hij is ook al heel oud, dus die doe ik weg. Deze van B7, net nieuw, die hou ik. Elf bronzer is ook amazing. Hoola bronzer blijft er altijd in. Deze Catrice bronzer is ook echt geweldig. Deze twee bronzers zijn ook echt super fijn. Zijn hele warme bronzers, echt heel erg fijn. En als laatste mijn ABH bronzer. Ik weet niet waarom die hier nog is, maar deze kleur matcht echt absoluut niet. Dus die doe ik weg. Zo, dit is dan wat er blijft van mijn bronzers. Dit zijn mijn contourpaletjes. Even kijken. Ik denk dat ze gewoon alle drie blijven. Alle drie gebruik ik gewoon echt. Dus deze hou ik gewoon erin. En dan heb ik hier nog wat contoursticks. Deze Huda Beauty Contour is echt amazing. Is echt een van de beste contours ever. Dus die hou ik echt forever. Dan heb ik hier mijn Fenty stick. Die vind ik ook fijn. Deze hou ik ook. Ik heb hier mijn Chic Glam stick en mijn Maybelline stick. Allebei fijn. Allebei heb ik ze niet heel lang. Maar ik merk dat ze niet matchen met mijn huid wanneer ik heb gebruind. Ze matchen allebei met mijn normale huidskleur. En ik bruin echt bijna altijd. Dus om ze hier nog te laten en plek op te vullen voor niks. Ja, dus ik doe die gewoon in de andere kast. Deze contourstick van Max & Mo van de Action. Amazing, die blijft zeker. En dan heb ik hier nog een stick van Juvia's Place. Dit is meer een bronzer stick dan een contourstick. En ik hou niet echt van bronzer sticks, dus deze doe ik weg. Oké, that's it. Dan heb ik hier een heleboel nep wimpers. Dit is ook echt gewoon chaos. Ik ga gewoon eventjes alle wimpers wegdoen die ik gewoon echt nooit gebruik. Tati wimpers gebruik ik super vaak. Dit zijn echt mijn fave wimpers. Deze hou ik. En alle wimpers van mijn eigen collectie in samenwerking met Pussy Shop hou ik natuurlijk allemaal ook. Want dit zijn natuurlijk de beste wimpers ever. Dan heb ik hier een heleboel extreme wimpers. Deze gebruik ik echt nooit. Ik hou ze altijd hier in mijn la voor het geval ik ze ooit moet hebben. Maar laten we elkaar niet meer voor de gek houden. En vooral niet ik mezelf. Deze gebruik ik gewoon nooit. Dus ik doe deze gewoon echt allemaal weg. Ja, deze heftige allemaal gaan allemaal weg. Dan heb ik hier nog wat wimpers van de Primark. Ik zie hier dat er eentje mist. Ik weet niet waar die is. Dus deze kleur ik weg, want ik mis er eentje. Deze hou ik. En deze hou ik ook allemaal. Deze van Queen Tarsi gebruik ik echt nooit. Dus deze doe ik gewoon weg. En dan heb ik hier nog wat Naturel Ardell Wispies. Die ik nooit gebruik. En deze zijn allebei de same. Dus ik hou er eentje voor het geval ik naturel wil. En dan deze weg. En even kijken. Nog meer Ardell. Ja, dit zijn ook hele Naturel wimpers. Deze heb ik al gebruikt. Dus deze hou ik gewoon nog. En TL4 Backup Lashes. Die hou ik ook. En nog meer Tati Lashes. Dus dit zijn de wimpers die ik hou. De onderste laatst zijn allemaal glitters, pressed pigments, hier wat liquid oogschaduwen. Ik denk dat ik hier echt bijna niks ga weghalen, want dit gebruik ik echt allemaal gewoon nog. Dus deze la hou ik gewoon voor wat het is. Oké, dat was dus kast nummer 1. Kijk even dit. Dit gaat dus allemaal weg. Nou gaan we verder met de kast hiernaast. Oké, lade 1 zijn al mijn lipsticks, maar die heb ik nog niet zo lang geleden al een beetje opgeruimd en zo. Dus
Er is niet echt iets wat ik hier nou wil weghalen. Dus deze lade laat ik gewoon voor wat het is. Oké, dit is lade 2. Hier zijn al mijn liquid lipsticks. Hier en hier zijn nude lipsticks van hier tot hier. En hier zijn de felle lipsticks. Felle kleurtjes, rood en dat soort dingen. Hier zit helemaal niks. En hier heb ik wat lipscrubs, een lipbalmpje en allemaal gewoon wat extra lipprul. Ik vind het wel zonde dat nou hier helemaal niks zit. Ik weet niet of er iets is wat ik misschien hier kan doen. Maar goed, dat bekijk ik wel straks. Ik ga even kijken wat hier weg kan. Hier kan sowieso echt een hoop weg, want dit gebruik ik echt allemaal bijna nooit. Ik heb hier twee lippotten. Loodjes van Only You gebruik ik nooit, doe ik weg. Deze van NARS gebruik ik wel, dus deze blijft. Deze Revolution Balm blijft ook. Deze lipscrub hou ik er ook in, want ik gebruik altijd lipscrub. En dan heb ik hier deze Colourpop Lip Contour Sticks of zoiets. Het is wel een hele prachtige kleur. Ik denk dat ik die ga houden. Maar omdat het dus allemaal hier ligt, zie ik het bijna niet. Maar goed, ik laat het alsnog daar. En dan heb ik hier nog twee lipbalmpjes. Deze ga ik gewoon allebei wegdoen. Oké, dan de Liquid Lipsticks. Laten we even zien wat hier allemaal weg kan. Ik denk niet heel veel, maar goed. Jongens, er kan hier gewoon echt niks weg. Alles wat hier zit, gebruik ik gewoon echt. Oh, ik denk dat ik die van Max & Mol wegdoe. Die gebruik ik nooit. Deze blauwe lipstick is echt al 4 jaar oud of zo, dus die doe ik weg. Ja, nee. En de rest blijft gewoon hier. Oh my god, ik doe echt niks weg. Ik ga eventjes hier verder. Deze MUE Matte Liquid Lipstick doe ik weg, want die vind ik niet heel fijn op de lippen. Deze van Too Glass is nog helemaal nieuw en aangezien ik hem nog geen 1 keer heb gebruikt, doe ik hem gewoon in mijn winactie. Ja, en that's it. Ik denk dat de rest gewoon blijft, dus deze la blijft ook gewoon helemaal zo. Oké, dan hebben we hier een hele random la. Ik heb hier de gel eyeliners die ik echt nooit gebruikt, dus ik ga eentje wegdoen. Deze van Sigma is ook al heel oud, dus die doe ik gewoon weg. Ik heb hier een Backup Benefit Brow Gel, dus die hou ik. Ik heb hier wat oogschaduwprimers die ik allemaal hou. Dit is een bruin wenkbrauwpotloodje, die doe ik weg, want dat is niet mijn kleur. Ik heb hier nog een Backup NYX Micro Brow Pencil. Ik heb hier de NYX oogschaduwprimer, die gebruik ik niet erg, dus die doe ik weg. Hier heb ik allemaal lippotloodjes van hier tot hier. Hier heb ik allemaal oogpotloodjes. En hier voor de wenkbrauwen. Voor de wenkbrauwen hou ik gewoon alles, want dit gebruik ik echt. Ik ga even zien wat weg kan van de lippotloodjes, want hiervan is heel veel wat ik echt niet gebruik. Dit zijn alle donkere kleuren en dit zijn de nude kleurtjes. Deze blijven, want deze gebruik ik allebei echt nog. Ik heb heel veel rood en dat hoeft echt niet. Dus een aantal van die rood kunnen weg. Paars heb ik maar eentje, die blijft. Deze blijft. Deze blijven. Ik heb dus hier 3 in het rood, dus ik ga eentje wegdoen. Die van Kiko doe ik weg. En de andere 2 houd ik omdat die allebei samen gaan met een lipstick. Hier hebben we alle nude lippotloodjes. Allemaal van Juvia's Place hou ik allemaal, want die gebruik ik echt. Mijn Sweetie Lip Pencil blijft obvious ook. Die gebruik ik like elke dag. Deze Honeymoon gebruik ik ook. Deze van Nabla gebruik ik ook echt heel vaak. Ook een van mijn fave nude lippotloodjes. En deze blijft dan over. Ik weet niet waarom ik hier deze fel roze heb. Maar misschien moet ik die ooit hebben. Dus deze doe ik bij de felle kleurtjes. Deze 2 van MAC gebruik ik ook allebei echt nog. Deze van MAC gebruik ik niet echt. Die is te nude voor mij. Doe ik weg. Deze van Colourpop doe ik ook weg. Deze van NYX is bruin. Maar die gebruik ik nooit. Doe ik weg. Deze van NYX houd ik wel. En deze laatste 2 van Kiko gebruik ik echt nooit. Dus doe ik ook weg. En dan heb ik hier oogpotloodjes. Deze van Catrice is voor een smoky eye. Ik had hem hier gehouden voor het geval ik ooit een smoky eye maak. Maar dat doe ik nooit. Dus die doe ik weg. Dan heb ik hier nog wat bruine en zwarte. Deze hou ik. Hier zijn al mijn felle kleurtjes. Een heleboel zijn van NYX Cosmetics. Want die had ik allemaal gehad in PR. En ze zijn super fijn. Dus deze gebruik ik allemaal best wel vaak voor de wat heftigere looks. Dus alle felle houd ik. Dan heb ik hier nog de overgebleven kleurtjes. Even kijken. Ik heb geen enkele felblauwe. Dus deze van Essence hou ik. Donkerblauw heb ik volgens mij ook niet. Nee, dus die hou ik ook. Goud heb ik ook niet. Dus deze hou ik. En wit van NYX hou ik ook. De enige die ik dus weghaal is deze van Max & Mol. Omdat ik die echt nooit gebruik. Oké, dan is deze lade ook klaar. De la hier zijn al mijn losse highlighters. Hier is heel
helemaal niks. En hier heb ik wat liquid highlightertjes zitten. Even kijken wat hier allemaal weg kan. Deze van Messaouda is zo ontzettend mooi. Pas in een video getest. Deze gaat echt absoluut niet weg. Deze van I Heart Revolution kan in principe weg. Hij is heel mooi en heftig, alleen te licht voor mij. Deze twee kunnen ook weg. Gebruik ik echt allebei niet meer. Deze is ook echt prachtig, jongens. Kijk deze. Deze gebruik ik nog wel. Deze van Chic Glam is ook een beetje te licht. Dus die pak ik ook niet heel vaak. Die kan weg. Deze van MUA is echt amazing. Ik weet niet of hij nog te koop is, maar als hij er nog is, haal hem. Echt geweldig. Deze mini van Becca. Ik heb die niet echt vaak gebruikt eigenlijk. Ik denk ook omdat ik hem gewoon niet echt zie heel de tijd. Deze ga ik vanaf vandaag vaker gebruiken. Dit is van de Catrice Caviar collectie. Heel mooi, maar het is roze en dat is niet echt mijn kleur. Dus ik doe hem gewoon weg. Deze blijft van Makeup Studio. Deze van Catrice ook iets te licht voor mij. Milani blijft. Dit is echt mijn nummer 1 fave highlighter, jongens. Oh mijn god. Dit is in de kleur champagne. Echt geweldig. Deze twee doe ik ook weg. Gebruik ik allebei niet meer. Die van Revolution. Is op zich wel echt mooi hoor, maar ook weer te licht voor mij. Deze van Nabla is al heel oud, maar ik vind hem zo fijn. Ik ga hem gewoon nog lekker houden. Deze blijft ook. Deze blijven allemaal gewoon nog. Oh, deze doe ik weg, want die kleur is te licht. En that's it. Maar er blijft niet echt veel over. Dus ik denk dat ik de liquid highlighters naar hier toe verschuif. Deze houd ik gewoon allemaal. Of ja, ik denk dat ik die van niks weg doe. Deze gebruik ik niet echt. Onderste la zijn allemaal highlighter paletjes. Welke ga ik weg doen? Ik denk die van Belle Pierre gebruik ik echt nooit. Die doe ik gewoon weg. Deze van Sleek gebruik ik ook niet. Deze van Huda gebruik ik wel. Deze van Elf is ook echt heel mooi. Ik weet ook niet of die nog te koop is, maar hij is heel fijn. Die hou ik. Deze van Beauty Bay hou ik ook. Vind ik echt ook heel mooi. Dit is echt een van de meest heftige paletjes die ik heb. Deze van Pixie echt amazing. Als jij houdt van een heftige glow, sla hem echt in. Deze van Elf gebruik ik ook niet echt meer, dus ik doe hem gewoon weg. Ook al vind ik hem wel mooi. Deze van Lottie London gebruik ik ook echt nooit. En de rest hou ik. De Glow Kit van ABH was vroeger echt een hype. Deze is echt vaak gebruikt. Zoals je kunt zien, deze hou ik. Deze Aurora hou ik ook. Het zijn een beetje aparte kleuren, maar misschien af en toe met een aparte look en zo. En ik heb hier een magnetisch paletje. Die hou ik ook gewoon. Oké, jongens. Oh my god. Kijk eventjes wat hier allemaal ligt. Dit gaat allemaal weg. Ik heb dus ook nog allemaal make-up hier liggen. Dus daar gaan we nou eventjes naar kijken. Oké, ik begin eventjes met heel dit hier. Alles wat hier staat laat ik gewoon. Want dit zijn allemaal mijn crampjes, pincetjes, een schaar. Dit zijn allemaal gewoon van die handige tools die ik altijd gebruik. Maar hierin zijn al mijn fixing sprays. Deze la zit vol met fixing sprays. En ik ga even kijken welke ik weg kan doen. Deze fixing spray gebruik ik nooit. Dit is een matte fixing spray en mijn gezicht is droog. Dus ja, waarom heb ik hem nog? I don't know. Deze van U-Star hou ik wel. Die heb ik echt net nieuw. Deze is ook heel fijn van Morphe. Die hou ik ook gewoon. Hierachter heb ik van W7. Deze gebruik ik nooit, dus die doe ik weg. In de la hier zijn al mijn glowy fixing sprays van Pixie. Deze is ook bijna op. Ga ik ook opmaken om plek te maken. Deze zijn echt allemaal bijna op. Dus die ga ik allemaal opmaken en dan kunnen ze weg. Enige die nog niet op is, is deze van Revolution. Ik vond hem altijd wel fijn, maar hij maakt mijn gezicht toch iets te vettig. Dus ik doe hem weg. Hier zijn nog meer fixing sprays. Deze van Milani is bijna leeg ook. Die is wel heel fijn, dus deze hou ik er ook nog in. Doe ik ook gewoon hierbij. Deze face mist van de Body Shop gebruik ik niet echt, dus deze doe ik weg. En dan de onderste la zijn al mijn Urban Decay All Nighter setting sprays. Dus die hou ik echt allemaal. Oké, dan mijn supervolle lipgloss ding, houder ding, hoe dit ook heet. Hier kunnen echt een heleboel weg. Deze lipglossjes zijn echt too much. En een heleboel gebruik ik gewoon echt absoluut niet. Dus die ga ik gewoon allemaal weghalen. Ik heb hier een aantal nude lipglossjes. Even kijken, deze van NYX gebruik ik, deze van Pixie ook. Deze twee gebruik ik niet echt meer. Dus deze twee doe ik weg. Hier nog meer. Deze 3D gloss hou ik zeker. Die is heel fijn. En deze twee doe ik allebei weg. Allebei oud en gebruik ik niet echt. Hier zijn wat fellere lipglossjes. Deze twee zijn echt bekant identiek. Dus die van Pixie hou ik. Die andere doe ik weg. En ik heb hier nog een beetje een blauwe achtige. Die is wel uniek ook van Pixie. Dus die hou ik.
En deze glitter gloss van Be Creative Makeup hou ik ook. Hier nog twee van Pixie in hele mooie zomerachtige kleurtjes. Die hou ik. En hier heb ik twee glitter glossjes van MAC Cosmetics en Catrice. Gebruik ik allebei niet, want ik vind ze te glitterig. Dus die doe ik weg. Ik heb hier twee glossjes van Jeffree Star Cosmetics. Ik support hem niet echt meer. Maar alles wat ik heb, ga ik gewoon wel opgebruiken. Want ik vind het zonde om het zomaar weg te doen. Ik heb hier letterlijk een gouden gloss van Jouer. Die doe ik weg. Is ook niet meer te koop. En hier een gouden glitterige van Catrice. Deze hou ik nog wel voor het geval ik zo'n kleur moet hebben. Dan heb ik hier allemaal bruine lipglossjes. Deze gebruik ik best wel vaak, want ik hou van bruin ook. Eentje valt gewoon. Dus deze ga ik allemaal houden. Hier nog twee hele heftige donkere glossjes. Die hou ik ook, want die heb ik niet echt. En ik heb hier twee in het soort van rood. Deze echt rood. En hier een beetje een glitterige kleur. Deze hou ik allemaal, want dit zijn mijn donkere glossjes. Ik heb hier mijn glossverzameling van Juvia's Place. Deze zijn echt geweldig. Dus ik hou ze echt allemaal. En hier ook nog twee mini glossjes van hun. Die hou ik ook. Deze Revolution Gloss. Deze is zo vaak gebruikt. Dit is echt een van mijn meest gebruikte glossjes. Deze hou ik. Mijn Fenty Gloss. Deze hou ik ook zeker. Die is heel fijn. En dan heb ik hier nog twee glossjes. Deze van Catrice of LOV is die trouwens. Deze gebruik ik niet. Die doe ik weg. Deze gebruik ik wel. Die hou ik. Deze gloss van Essence is echt amazing. Deze gebruik ik echt super vaak voor mijn lipart foto's. Omdat hij dus zo super glossy is en helemaal geen kleur heeft. Dus deze is echt vaak gebruikt. Lekker goedkoop. I love it. En dan heb ik hier nog een mini gloss van Be Creative Makeup. Gebruik ik niet erg. Dus die doe ik weg. Deze Catrice gloss is ook echt heel fijn. Dit was echt mijn everyday gloss voor een lange tijd. Dus die hou ik ook nog. En hier nog twee glossjes die ik echt nooit gebruik. Dit zijn niet echt mijn kleuren. Doe ik allebei weg. Deze Catrice gloss gebruik ik ook niet echt. Doe ik weg. Ik heb hier nog wat mini butter glasses van NYX Cosmetics. Die vind ik wel allemaal top. Dus die hou ik. Ik heb hier twee Only You glosses. Die gebruik ik echt nooit. Die doe ik weg. Ik heb hier een lip tint van Clarins. Deze is echt geweldig. Als je nog op zoek bent naar een goede rode lip tint die echt goed blijft zitten. Deze raad ik echt zeker aan. Heel erg fijn deze. En nog een mini Clarins lip product die ik ook nooit gebruik. Dus die doe ik weg. En dan als laatste deze twee super baggere lip glossjes van Essence en van Chic Glam. Gaan allebei weg. Nou, hier heb ik echt een heleboel weggehaald. Hier is het weer helemaal leeg. I love it. Weer een beetje overzicht. Dit hier ernaast zijn. Hier zijn allemaal mascara's. Hier zijn allemaal zwarte en gekleurde eyeliners. En hier zijn allemaal glitter eyeliners. Hier kan ook een hoop weg. Ik denk trouwens dat ik de mascara's ga verplaatsen naar die ene lege plek in de rechterla. Waar ook al mijn liquid lipsticks zitten. Maar van de mascara's kan ook echt een hele hoop weg. Deze van Be Creative is heel fijn. Die blijft. Ik heb hier een mascara primer. Die heb ik maar één die blijft. Deze geweldige mascara van Clarins blijft ook zeker. En deze doll van Catrice blijft ook. Ene die ik wegdoe is de Happy Go Lash van de Body Shop. Want die is helemaal zo viezig geworden. Dus die doe ik weg. Hier nog twee mascara's. Deze van Messauda. Die hou ik. Deze van Douglas doe ik weg. Gebruik ik niet. Nog twee mascara's. Ik hou die van YouStar wel. En deze gaat weg. Want ik vind de applicator niet zo fijn. Hier heb ik drie mini mascara's. Deze allebei blijven. Zijn heel fijn van Benefit en AVH. En deze ene doe ik weg van Maybelline. En dan de laatste drie mascara's. Van Essence en van NYX. Blijven allebei zijn fijn. Deze doe ik weg van Maybelline. Want die vind ik ook niet fijn. Ik vind allemaal die borsteltjes niet fijn. Ze zijn zo rond en klein. En daar hou ik gewoon niet van. Dan heb ik hier eyeliners. Ik denk dat deze echt allemaal gewoon kunnen blijven. Ja, dit kan echt gewoon allemaal blijven. Ja, ik doe er denk ik eentje weg. Hier van Be Creative Makeup, die in het rood. Want ik heb al hier eentje in het rood. Dus het heeft geen nut om er twee te hebben. Dus die doe ik weg. Hier zijn allemaal glitter eyeliners. Deze kunnen allemaal weg. Ze zijn allemaal van W7. Worden echt allemaal niet meer gebruikt. Want ze zijn gewoon te oud. Dus die doe ik gewoon allemaal weg. Deze twee van LA Splash. Ja, ik vind ze heel mooi. Ze zijn echt prachtige kleuren. Maar ik gebruik ze gewoon niet, dus ik doe ze weg. Enige die blijven zijn deze glitters van W7. Deze zijn echt amazing. Als je nog op zoek bent naar goede, kopen glitter eyeliners. Deze zijn goed. En eentje hier is van Urban Decay. Die blijft ook. Ik denk dat ik alles even zo naar achteren verschuif. Oh, ik doe die ook weg van Maybelline. Die vind ik niet zo fijn.
Zo, ik vind het zo satisfying. Helemaal leeg, helemaal opgeruimd. I love it. Oké, dan als laatste de oogschaduwkwast. Zoals ik al zei in het begin, daar en daar zijn paletjes. Hier zijn alle dure en hier alle goedkope. Dus laten we even kijken wat we hier kunnen weghalen. Oh mijn god, deze la is echt een bende. Ik denk niet dat ik hier heel veel ga weghalen, want het meeste gebruik ik gewoon echt. Maar we gaan gewoon even kijken. Dit Huda Beauty paletje gaat echt never ever weg. Dit is echt een van mijn mooiste paletjes. Die hou ik. Ook dit paletje is echt amazing van Queen Tarsi. Hou ik ook. Dit paletje van NYX ook echt geweldig. Mijn Tati Beauty paletje is echt mijn nummer 1 fave paletje. I love it. Hou ik ook. Ik heb hier een paletje van Sharp. Deze heb ik nieuw 1 keer gebruikt. En heel enthousiast erover. Ik heb vooral de kleuren toen hier gebruikt. Dus ik moet nog de rest gaan gebruiken. Dit paletje is ook vrij nieuw van Morphe. Hou ik ook. Dit is het paletje van Nikki en Beauty Bay. Echt een prachtig paletje. Ook een hele video over gemaakt. Dit paletje van Glam Light. Ja, die had ik ooit gekocht voor een video. Maar ik gebruik hem niet echt. Dus ik denk dat ik deze weg doe. Hier is een pastel paletje van Morphe. Dit paletje is niet meer te koop. Dus normaal zou ik hem wegdoen. Maar dit is mijn enige pastelpaletje, dus ik hou hem wel. Dit paletje blijft obvious ook van James Charles. Dan heb ik hier ook nog een heleboel paletjes van Juvia's Place. Die blijven allemaal. Kijk even hoeveel ik er heb. Niet te doen, maar ze zijn echt amazing. Dus deze doe ik echt nooit weg. Hier heb ik nog een NYX Ultimate paletje. Dit paletje had ik gekregen in PR, maar ik heb hem niet echt vaak gebruikt. Volgens mij echt maar 1 keer. Dus ik denk dat ik hem weg doe, want dit paletje spreekt me ook niet echt aan. Dan hier een paletje van Morphe in samenwerking met Jeffree Star. Ik support hem niet meer, dus dit paletje doe ik weg. Hier nog een paletje van Morphe met vooral een beetje groenige kleurtjes. Ik weet niet of ik deze nog wil houden. Ja, ik denk het wel. Vooral om de groene kleuren. Want zulke kleuren heb ik niet in heel veel paletjes. Hier heb ik het pizza paletje van Glam Light. Deze doe ik gewoon weg. Het is een leuk paletje, maar de kleuren, ja, ik doe hier niks mee. Hier het Nudie Patootie paletje hou ik. Urban Decay Born to Run houd ik ook. Heel mooi paletje. Nog een paletje van Jeffree Star. Deze doe ik weg. Hier heb ik het Alien paletje van Jeffree Star. Deze is ook niet meer te koop. Doe ik ook weg. Hier mijn ABH paletjes. Obvious ga ik die ook niet wegdoen. Ze zijn echt amazing. Dit paletje van Jouer gebruik ik niet echt. Dus ik doe weg. Naked Honey paletje houd ik. Urban Decay paletje doe ik weg. Want deze gebruik ik nooit. En ik vond hem niet goed. Urban Decay Heat houd ik ook. Dit Pixie paletje. Ik weet niet waarom ik hem nog heb. Ik gebruik het echt nooit. Doe weg. Deze van Christian Faith doe ik ook weg. Gebruik het echt nooit. Dit Be Creative paletje houd ik wel. Die vind ik wel fijn. Deze van Nabla is ook echt amazing. Ook een beetje meer cool tone kleurtjes. En die kleuren heb ik niet in heel veel paletjes. Dit paletje van Queen Tarsi houd ik uiteraard ook. Die is heel fijn. Nog eentje van Be Creative. Oh, die is wel fijn voor neutrale looks of zo. Ja, trouwens, hij lijkt heel veel op die andere jongens. Kijk, ze lijken wel echt op elkaar. Alleen deze heeft gewoon een felle blauwe kleur. Ik denk dat ik deze weg doe, want hij lijkt ook veel op die van Huda Beauty. Dus die heb ik al, dus deze doe ik weg. Dit paletje is ook wel fijn, maar gebruik ik nooit, doe ik weg. Deze van Zoeva heb ik echt al 100 jaar. Dit was vroeger echt een van mijn faves, maar nou niet meer. Maar nou wordt hij niet meer gebruikt, dus gaat weg. Dit paletje van Messauda heb ik echt net nieuw. En ik wil hem nog vaker gebruiken, dus deze houd ik zeker nog. Ik heb hier nog wat paletjes van Christian Faye. Gebruik ik echt nooit. Kunnen weg. Ik heb hier dit paletje van Morphe. Ik zie mij die ook niet echt gebruiken. Dus doe ik weg. Dit paletje van Olje houd ik. Omdat het ook kleuren zijn die ik niet veel heb. Ik heb hier twee Huda Beauty paletjes. Worden allebei niet heel veel gebruikt. Maar ik wil ze alsnog hebben. Als een soort van collector's piece. Dit paletje van Fenty heb ik al zo vaak willen wegdoen. En nooit doe ik hem weg. En nooit gebruik ik hem. Dus nou ga ik hem echt wegdoen. Hier is een prachtig paletje van UMG Cosmetics. Deze hou ik. De kwaliteit is echt heel goed. Ik heb hier dit Huda Beauty Smoky Obsessions paletje echt vaak gebruikt. Die hou ik nog. Ik heb hier de Bare Necessities palette van Face. Deze gebruik ik niet, doe ik weg. En ik heb hier nog een Huda Beauty paletje. Dit is een beetje een twijfelgeval, maar ik denk dat ik hem alsnog hou. Hier een paletje van Sigma. Was ook echt een van mijn faves, maar ik gebruik hem niet echt meer. Maar ik wil hem wel weer gaan gebruiken. Dus ik denk dat ik hem gewoon hou. En hier een heel groot paletje van Makeup Studio. Oh, met heel veel felle kleurtjes. Deze hou ik ook nog wel gewoon eventjes. Of nee. Ik doe hem weg.
Nou, kijk, helemaal opgeruimd. Dit ziet er allemaal echt een stuk beter uit. Dit is echt een bende. Hier is er ook gewoon heel veel wat gewoon niet meer te koop is. Wat gewoon echt weg kan. Ik ga even beginnen met alle paletjes. Hier, deze van LA Girl vond ik altijd best wel fijn. Dus deze houd ik. Dit paletje van Only You gebruik ik echt nooit. Doe ik weg. Dit Glow paletje van Revolution vind ik wel fijn. Die hou ik. Dit paletje van Gara Cosmetics is niet meer te koop volgens mij. Deze is helaas niet meer te koop, dus die doe ik weg. Ik heb hier dit paletje van She Glam, die wil ik nog vaker gebruiken. Ik heb hier dit paletje van Crown Cosmetics. Die gebruik ik ook echt nooit meer, dus die doe ik weg. En ik heb hier een Cool Tone paletje van BH Cosmetics. Die hou ik puur, omdat ik gewoon niet veel Cool Tone paletjes heb. Hier drie paletjes met allemaal pressed glitters van Revolution. Die hou ik voor het geval ik allemaal pressed glitters moeten hebben en zo. Ik heb hier twee paletjes van Colourpop. Die hou ik allebei. Hier nog een paletje van Colourpop, maar die doe ik weg. Deze gebruik ik nooit. Dit paletje van Revolution is amazing. Die hou ik zeker. Deze paletjes van Revolution doe ik allemaal weg. Deze twee paletjes van de Action zijn oprecht heel erg goed. Deze Bloom is een dupe van de Urban Decay Born to Run palette. En dit is een dupe van de Huda Beauty New Nude. Hou ik allebei zijn heel fijn. De Deep Dive collectie van Only You. Ja, die heb ik één keer gebruikt. En de kwaliteit is niet echt goed. Dus deze doe ik weg. Hier nog twee Catrice paletjes. Wel hele prachtige kleuren, moet ik zeggen. Maar allebei gebruik ik niet echt. Dus kunnen weg. Hier nog wat Revolution paletjes. Die ik al lang niet meer gebruik. Kunnen weg. Hier een paletje van Sleek. Deze was op zich wel gewoon heel mooi hoor. Moet ik eerlijk bekennen. Dit is een mix van cream, kleuren en poeder. Alleen ik kan hier niet een volledige look mee maken. Dus deze doe ik weg. Ik heb hier het Revolution X Soap paletje. Dit was echt jarenlang een van mijn fave paletjes. Ik weet niet eens of hij nog koop is. Maar omdat ik hem gewoon zo geweldig vind, hou ik hem zeker. Deze BH kost Cosmetics paletjes kunnen weg. Zijn ook niet meer te koop. Deze en deze eronder kunnen allebei weg. En dit paletje van Bradman is ook niet meer te koop. Was een samenwerking. Oeh, hij is wel echt heel mooi. Oh my god. Mensen, ik heb besloten dat ik die van Bradman hou. Want ik vind hem echt heel mooi. Ik heb hier van de Action 2 neon paletjes. Doe ik allebei weg. Deze W7 Bare All paletjes zijn heel fijn. Die hou ik. Deze paletjes houd ik ook. Ook alle drie van W7. Ik denk dat ik dit paletje van LOV weg doe. Heb ik één keer gebruikt. Verder niet meer, dus die doe ik weg. Dit paletje van Pixie wordt ook echt niet gebruikt, doe ik weg. Dit paletje van Catrice is echt amazing. Ondanks dat hij er binnenkort niet meer is of al niet meer is, hou ik hem toch. Hier nog wat Fiorero paletjes van Elf zijn ook fijn, hou ik gewoon. Dit paletje van Lotte Londen gebruik ik niet, doe ik weg. Ik heb hier nog zo'n paletje van W7, die hou ik. En hier nog een paletje van Revolution in samenwerking met Tammy. Deze was ook echt een van mijn faves. Alleen is hij volgens mij niet meer te koop, maar ik hou hem alsnog. Hier nog wat paletjes. Deze van NYX hou ik, die is heel goed. Deze van Beauty Bay houd ik ook voor heftige looks. En dan de twee paletjes van Milani zijn allebei echt hele goede kwaliteit. Dus ik denk dat ik die ook nog even hou. Dan hier drie paletjes van W7. De onderste twee hou ik, deze doe ik weg. Zo, dit ziet er nou ook echt een stuk beter uit. En dit zijn dan alle paletjes die ik wegdoe. Lekker veel. En dit is de rest van de make-up die ik wegdoe. Er is echt heel veel make-up weg. Nou mensen, ik ben eindelijk klaar. Oh mijn god, dit heeft me echt veel tijd gekost. Maar er is dus echt een heleboel make-up weg, zoals je net zag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Als je opruimen video's leuk vindt, laat het me eventjes weten beneden in de reacties. Want dan kan ik dit soort video's vaker maken. Maar ik ben nou echt kapot. Dit was ook mijn tweede video van vandaag. Ik ga gewoon nou snel even iets eten. Want ik heb nog niks gegeten en het is al bijna 3 uur. Dus ja, I'm done for today. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!